Ricardo Kishna, ze zeggen wel eens dat makkelijke bekerwedstrijden niet bestaan. Dat is afgelopen dinsdag ook wel gebleken tegen Sparta Nijkerk. Ja, dat is altijd lastig. Zeker als je naar zo'n amateurteam wil die 200% geven. Moet je eigenlijk die energie matchen en dan moet je het zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf. Het gaat niet altijd even makkelijk, nee. En het wordt vooraf vaak ook benoemd, niet onderschatten, energie leveren. Maar wat maakt die wedstrijd nou toch zo lastig? Ja, het heeft niet met onderschatting te maken, denk ik. Ik denk dat je gewoon de eerste helft goed door moet komen en eigenlijk een snelle goal moet maken. Want uiteindelijk ben je gewoon beter dan die teams. Alleen hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt natuurlijk. En uiteindelijk zijn er toch dan ook de wissels in de tweede helft die nieuwe energie leveren, waardoor die wedstrijd toch beslist. Zag jij dat ook zo? Ik denk dat het sowieso dat hun wel een beetje op waren ook na een uur. En dat gaf natuurlijk heel veel energie en je weet dat je fitter en verder bent dan zulke teams. Dus ik denk dat dat ook zeker onderdeel was van die overwinning uiteindelijk. Alleen als je drinkt, probeer je altijd wel extra energie te brengen, ja. En voor jouzelf was het de tweede invalbeurt sinds lange tijd. Hoe vond je zelf dat het ging? Ja, het was weer even anders. Het was weer even kunstgras en zo. Het ging op zich wel aardig. Weet je, fysiek voel ik me goed. En het belangrijkste is dat je die wedstrijd gewoon wint en dus verder bekert. En hoe voel je in het algemeen? Ook in vergelijking met eerdere rentrace na blessures. Voel je je fit? Voel je je goed? Ja, ik voel me een stuk beter. Het voordeel is natuurlijk ook dat ik niet echt terugkom van een blessure. Dus het was vooral echt iets conditioneels wat het was dit jaar. En ik heb wel het gevoel dat ik een stuk verder ben dan eerder, ja. En morgen een belangrijke wedstrijd tegen de Graafschap. Ook belangrijk om aansluiting weer te vinden met de top. Zien jullie dat zelf ook zo, morgen die wedstrijd? Ja, tuurlijk. Je wil gewoon graag die wedstrijden winnen. Zoals we dat eigenlijk elke wedstrijd willen. Het is natuurlijk ook lastig, want je mist wat jongens. Maar ja, dan zullen de andere jongens moeten opstaan die het goed in gaan vullen, ja. En hoe sta je er zelf op? Ben je klaar om te starten? Goede vraag. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen, maar moeten we even kijken wat wijsheid is. En dat zullen we vandaag en morgen zien, ja.